Welkom bij onze documentaire. Wij zijn Team Hybrid Kip en dit is Into the Deep. Wij kwamen er als team al vrij snel achter dat we een arcade ervaring wilden maken dat ontzettend immersief is. Dit wilden wij hybrid maken door een fysieke turret aan de speler te geven en een omgeving dat de cabine van een onderzeeër nabootst. Om de game zo immersief mogelijk te maken, hebben wij onderzoek gedaan bij bijvoorbeeld GameState, de arcadehal. Hier kregen wij van de manager te horen wat nou precies een arcade game maakt en waar het aan moet voldoen. Ook hebben wij natuurlijk kennis gemaakt met de populairste games en wat er allemaal aan de hand is met die games. Om ervoor te zorgen dat ons product goed in de smaak zou vallen, hebben we ervoor gekozen om een horror arcade shooter te maken. In verband met technische beperkingen hebben wij ervoor gekozen om te spelen over een mijnkarretje door het level te laten gaan en de vrijheid te ontnemen. Dit komt omdat arcade shooters gebaseerd zijn op hoe goed je als speler bent. Een zeer ervaren speler zou consistent goed presteren ten opzichte van een beginnende speler. Wij wilden ons onderzoek vooral richten op het horroraspect van onze game, maar ook wilden wij letten op hoe we ervoor konden zorgen dat de speler zich opgejagen voelt. Want hoe dieper je namelijk in het level komt, des te vijandiger alles wordt. Bij deze test hebben wij onderzocht wat de effecten zijn van postprocessing in relatie tussen angst en spanning en in hoeverre dit verschilt tussen een situatie zonder postprocessing. Via Unity konden we bepalen of postprocessing aan of uit stond. In test 1a stond postprocessing aan en in test 1b was dit juist uitgeschakeld. Wat uit onderzoek bleek was dat in het scenario van postprocessing de testpersonen het altijd gemiddeld eng tot heel erg eng vonden. 4 van de 7 vonden het gemiddeld eng, 2 van de 7 een stap hoger, het heel eng, en tenslotte was er 1 persoon die het heel erg eng vond. Geen van de testers scoorde lager dan de 3. Ruim de helft van de playtesters noemde spannend of spanning als het gevoel dat ze ervaren. Daarnaast vonden de testers het troebele water van de postprocessing bijdragen aan het gevoel van spanning, omdat je door deze fog niet goed de omgeving kan zien. Echter, bij de test zonder postprocessing scoorde niemand van de 5 testers hoger dan 2, niet erg één. Een van de antwoorden bij vraag T was zelfs dat iemand het prettig vond om door het zeewiersegment te gaan. 2 andere antwoorden vonden het een mooie omgeving. Bij 1a vonden de testers dat de omgeving gemiddeld vijandig, 3, tot zeer vijandig, 4, aanvoelde, met 1 antwoord dat niet van toepassing was. Bij 1b scoorde niemand hoger dan 2 qua vijandig gevoel. 4 van de 5 scoorden helemaal niet vijandig, 1. En de 5e scoorde niet echt vijandig, 2. Onze hypothese blijft staan, sinds dit overeenkomt met de uitkomst van het onderzoek. Aan de hand van diverse testen kwamen wij erachter dat het belangrijk is om onze omgevingen een vijandig gevoel te geven, om de spanning op te bouwen. We wilden dat de spelers naast angst zich ook opgejaagd zouden voelen omdat ze in een vijandig territorium zijn. Om te weten of de haaien een zekere toegevoegde waarde zouden hebben voor de immersie en de algemene ervaring, hebben wij een test opgericht met 2 versies. 1 versie met haaien in het tweede gebied en 1 versie zonder haaien. Onze hypothese is dat het fysiek aanwezig zijn van vijanden de elementen van angst, spanning en sensatie kunnen versterken. Er zijn wat interessante ontdekkingen boven water gekomen tijdens dit onderzoek. We merkten bij de eerste groep, waar we geen haaien hadden, dat de meeste testers het zeewiersegment wel als eng ervaarden, maar dat ze niet zozeer gespannen waren en eerder zoekend en ontkijkend waren. Bij de tweede groep, waar wel haaien waren, hebben ze verbaal gereageerd op de aanwezigheid van haaien. En hebben ze ook op de test gereageerd met dat ze het daadwerkelijk eng vonden. De volgende vraag ging wat dieper in op de emotie die de spelers voelden tijdens het zeewiersegment. De spelers die geen haaien hebben gezien, hadden de meest interessante antwoorden, omdat ze hebben aangegeven dat ze de ervaring nog steeds eng en spannend vonden, ondanks het feit dat er geen haaien zijn. Dit komt omdat je zo weinig kan zien dat ze altijd verwachten dat er iets uit het donker zou komen dat ze zou kunnen pakken. De mensen die wel haaien hebben gezien tijdens het zeewiersegment hebben aangegeven dat ze het iets minder spannend vonden, omdat ze wisten wat ze konden verwachten. Het zijn haaien die we zien. Het onbekende was eigenlijk dus een stuk enger, maar ook een stuk saaier als we kijken van het perspectief van een arcade shooter.
We merkten wel dat de omgeving duidelijk vijandiger aanvoelde met de haaien erin. Bij de variant waar mensen geen haaien hebben gezien, waren de antwoorden op de vraag of het vijandig was een beetje verspreid. Sommige mensen vonden het totaal niet vijandig, terwijl anderen het juist wel vijandig vonden. Maar in de variant waar wel haaien waren, was vrijwel iedereen ermee eens dat het wel echt vijandig aanvoelde. Uit dit onderzoek is gebleken dat de omgeving als een stuk enger ervaren wordt zonder haaien. Omdat de spelers zitten te wachten op iets, maar iets wat niet komt. Deze nervositeit en spanning wordt als eng ervaren. De omgeving voelt een stuk vijandiger aan met de haaien. Doordat je zicht beperkt is, hebben veel testers aangegeven dat ze het nog steeds eng vonden, omdat je pas de haaien kon zien als ze dichtbij kwamen. Dankzij ons onderzoek waren wij in staat om een goede horror arcade shooter ervaring te maken.